Hi, mijn naam is Davor Radic en laten we kijken naar de TED Talk waar het over vibraties en gezondheid wordt gesproken. We go to the biology laboratory and we take Dr. Baer's device and the hunt begins through a microscope for a frequency which will shatter a living microorganism. Now we have a method of controlling Dr. Baer's device by an input control frequency. So if I put in, say, 100 hertz, out will come 100 pulses per second. If I put in 200 hertz, we'll get 200 pulses. So now we're searching for the magic frequency. And we start with 100 hertz, and we look through the microscope to see if anything's happening. We watch for 5 minutes. Nothing happens. So we try 101 hertz. We look through the scope for 5 minutes, and nothing happens. So we try 102, 103, and so on. Over the course of 15 months, we try hundreds and hundreds of frequencies, if not thousands, until we find the magic combination. Begin to shatter microorganisms like a crystal glass. These are the first videos taken. We showed these videos to our friends in the biology department. They said they hadn't seen anything quite like it. Seems to be a new phenomenon. These organisms are being shattered by our electronic signals. This is a harmless organism, almost friendly, a little blepharisma. And normally they're very fast swimmers, but when you approach a frequency to which they are vulnerable, they begin to slow down, then they stop, and then they begin to disintegrate within about 3 minutes. Dit is niks nieuws. In 1935. Dr. Royal Raymond Rijf heeft dit gedemonstreerd. Hoe je met frequenties kan genezen. Maar waarom wordt deze technologie niet officieel gebruikt? In plaats van bijvoorbeeld antibiotica, waar parasieten al resistent voor zijn. Tijdens mijn minor People, Planet, Profit, oftewel duurzaamheid, werd uitgelegd hoe een bedrijf een wil heeft ontworpen dat nooit kapot ging. Na een paar jaar ging het bedrijf failliet. Waarom? Je verkoopt het één keer en je klanten komen nooit meer terug. Deze technologie is precies hetzelfde. Eén generator, een reeks van frequenties en dat is het. Ik ben zelf van mening dat bij geneeskunde de mens op de eerste plek moet zijn. En de profit, oftewel geld, op de laatste plek. En niet andersom. Wat ik wil verzorgen is de educatiemateriaal waarmee je zelf kan onderzoeken welke frequenties werken bij een bepaalde parasiet of een ziekte. Dit wil ik delen zodat je zelf ziet en proeft hoe deze technologie werkt. Wat heb ik nodig? Ik heb jouw hulp nodig. Het maakt niet uit wat voor hulp je kan geven, zolang je handelt met een open hart en mensheid op eerste plek zet. En geld op laatste plek. Meld je aan en ik zie je aan de andere kant van deze technologie.